In maart en april vonden twee grote operaties plaats in de aanleg van de spoortunnel. Allereerst werd in het weekend van 11 en 12 maart het treinverkeer 30 uur stilgelegd om op de zuidelijke Maasoever een hulpspoorbaan op de twee bestaande sporen aan te sluiten. Omdat de spoortunnel precies onder de huidige spoorbaan komt te liggen, wordt het treinverkeer vanaf de spoorbrug De Hef tot station Zuid gedurende 4,5 jaar over deze hulpspoorbaan omgeleid. De aansluiting van de hulpbaan op de bestaande sporen was een ingewikkelde operatie. Vanwege de beperkte beschikbare tijd moesten allerlei werkzaamheden tegelijk worden uitgevoerd. Aan de zijde van de hefbrug waren zo'n 200 man druk in de weer om alles op tijd af te krijgen. Na het verwijderen van de sporen en de bovenleiding werd het landhoofd bij de hefbrug deels weggegraven en kwam de brug te rusten op een hulpsteunpunt. De stalen fundatiepalen voor het hulpviaduct, die al eerder in de spoordijk waren geschroefd, kwamen bovengronds en werden daarna tot de juiste lengte afgebrand. Hierop werden ijzeren frames gelast als ondersteuning van de betonnen brugdekken. Voordat zo'n betonnen brugdek geplaatst werd, moesten eerst rubberen blokken op het steunpunt worden gelegd. Deze dienen om kleine oneffenheden te compenseren en beweging van het dek ten opzichte van het steunpunt mogelijk te maken. De 22 betonnen elementen, elk met een gewicht van 87 ton, werden met twee enorme kranen nauwkeurig op hun plaats gebracht. Ondanks het enorme gewicht is wat duw- en trekwerk daarbij onontbeerlijk. Direct nadat een brugdek geplaatst was, werden de sporen aangesleept en gemonteerd. Ook de masten van de bovenleiding werden met een verbazingwekkende snelheid en precisie aangelegd. Na het testen van de seinen en de beveiliging reed maandagochtend 13 maart de eerste trein volgens dienstregeling over het hulpviaduct. Ook op de binnenrotte moest de spoorbaan wijken voor de tunnelbouw, omdat tussen de Meent en de Hoogstraat te weinig ruimte is om naast het bestaande spoorviaduct de tunnel aan te leggen. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, werd gekozen voor het verschuiven van het complete spoorviaduct. Een ingewikkeld karwei, dat in het weekend van 22 en 23 april werd geklaard. Het viaduct werd over een afstand van 420 meter verplaatst, waardoor de sporen 12,5 meter dichter bij de Laurenskerk kwamen te liggen. De boog waarin het viaduct lag werd in zijn geheel naar binnen getrokken, zodat de brugconstructie, de spoorstaven en de bovenleiding 1,30 meter moesten worden ingekort. Op plaatsen met een geringe verschuiving kon worden volstaan met versterking en verbreding van de bestaande viaductpijlers. Het overige deel kwam te rusten op betonnen hulppijlers die in een eerder stadium naast de bestaande pijlers waren gebouwd. Op zaterdagavond 22 april kwam om 6 uur het treinverkeer stil te liggen en kon men beginnen met de demontage van de bovenleiding, sporen en dwarsliggers. Na zonsondergang werd het gehele viaduct met vijzels 6 centimeter opgetild om de glijconstructie aan te kunnen brengen. Zondagmorgen 5:30 ging de feitelijke schuifoperatie van start.
Heel gelijkmatig trok een groot aantal vijzels het viaduct in zijn geheel naar zijn nieuwe plaats. Dat gebeurde in een groot aantal slagen, waarbij na elke slag de ligging van het gevaarte nauwkeurig werd gecontroleerd. In de loop van zondag werden de sporen, bovenleidingen en beveiliging weer aangebracht, zodat de volgende ochtend reizigers en goederen probleemloos de binnenrotte weer konden passeren. Na de sloop van de overbodige pijlers begint op de binnenrotte de bouw van de tunnel. In oktober 1993 zijn de eerste twee sporen gereed en is er een eind gekomen aan de overlast van voorbijdenderende treinen.